Zo, we zijn een aantal uren later op de dag, na de nacht in Café de Pieter, waar we de kunstenaar Pelieter bezig hebben gezien met zijn carnavaleske decoraties. En het is natuurlijk ook reuze interessant om toch de kunstenaar zelf ook nog te belichten. Wat maakt hij voor werk vandaag de dag? Hoe staat hij daarin met kunst? En gaan we nu even een klein interviewtje overhouden. Ja, Pelieter. Ja. Dit is jouw atelier? Dit is mijn atelier, ja. Ja. En hoe lang drijf je het kunstenaarschap? Nou, officieel, al vanaf dat ik afgestudeerd ben, was op de academie in 1995. En sindsdien leef ik van kunst. Ja. Ik geef ook les. Okay. Ik heb gastlessen gegeven op de academie hier. En maak dus opdrachten en illustreer ook. Ja. Ja. Strips? Cartoons? Ja, een soort cartoons, maar ook kinderboeken. Dus naast vrij kunstenaar ben je ook commerciële kunstenaar. Ja, dat is mooi. Heel veelzijdig. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw... ik heb gisteren natuurlijk de illustraties gezien gehouden. Ik ben wel benieuwd naar jouw werk. Het werk waar jij, wat jij maakt daarnaast. Ja, ik ben eigenlijk net zo divers ook in mijn kunst. Ik heb de hele tijd nogal beïnvloed door de Vlaamse expressionisten. Daar zie je daar een woord van. Oh. Dat is mijn vrouw en kind. Oh, ja. Was gewoon ja. Met koffie erop. Met koffie? Oh, ja. 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 Ja, dat heb ik jarenlang ben ik daar doorgegaan. Ja. In dit thema in ieder geval. Er zijn ook veel kleurrijker. Ja. Maar dat is niet, soms ook niet zo aan van deze. Soms ben ik vrij zwaar. Ja, vrij zwaar. Ja, ik heb ook helaas nog een. Dat is een ode aan Jaap Wagenmaker. De materie schilder. Ja. Ja, ik vind hem gewoon geniaal. Ja. Ik had op een gegeven moment genoeg van tekenen en schilderen, in ieder geval met penseel. Dus ja. Ging ik allerlei dingen op doek plakken en daarmee experimenteren. Ik wil wel wat meer doen. Ja. Kijk eens aan. Dit is een impressie van Normandie. Alles wat, het is wel leuk, alles wat hierop gebruikt is, heb ik ook een strand gevonden in Normandie. Oké. Okay. Dus ook die grijze luchten. Ja. Het heeft ook iets van een vis, sommige mensen zien daar een vis in. Kan, hoeft niet. Ja. Nee, het is een sfeer. Ik ben zelf 2 jaar geleden in Coburg geweest. Ja. Hele zilte standen, zo, heel wijd. Kleuren ook. Ja, ik werk heel graag met die grijs tinten en ben altijd op zoek naar kleuren. Het is ook laag over laag over laag. Er zit ook zand in. Ja. Maar ik ben altijd op zoek naar de mooie grijze, blauwe. Ja. Beetje naar de aardtint. Ja. Ja, dat is dan inderdaad totaal anders dan wat we gisteravond hebben gefilmd. Ja, dat rijke, bont gekleurde kipgezelschap. Ja, ja. Ja, maar soms moet dat ook eruit. Net zoals als ik zo lang hiermee bezig ben, moet ik af en toe eens even uitspatten en wie niet op mijn te. Ja. Dat kan niet ideaal, dat kan niet gewoon. Nee, dat zit dan heel erg goed. Ik heb misschien nog wat. Deze
zo'n kartanje. Ja. Een kartonsvissertje. Met die oliepak. Kartonsvissertje, ja. Oliepak. Handschoenen. En ik fascineerde door die wilskracht. Ja. Oh, dat is mooi. Het is ook weer met zand gewerkt. Ja. Hier ben ik dus wel wat verder, maar ja, het leent zich ook wel. Hè. Het felde kleurpje. Ja. Ja. En die, ja, wat mij fascineert is die niets ontziende blik van de sprinter die. En elkaar geen ruimte gunnen en elkaar op en in. Ja, en, ja. Hij bijt zijn stuur kapot, weet je wel. Ja. Hij kraakt hem bijna door de muur. Prachtig. Ja, daar zie je wel de invloed van de bergen en de smet en zo. Ja. Gefascineerd door die jongens. Dan ga je gewoon daar mee geïnspireerd door dat soort schilders, ga je daar ook in mee aan de slag? Ja, mijn vader was ook schilder. Ja, dat hoorde ik. Dat is ook mijn leraar. Het is een bekendheid in Limburg. Het is okay. Jammer dat hij nooit zo nationaal geworden zou dragen. Hij had absolute talent. Hij heeft talent nog altijd. En ja, je wordt toch geïnspireerd door je vader en zeker als hij je leraar ook is. Hij was ook leraar ook van de academie. Ja. En dus ga je automatisch door in die stijl. En het is pas sinds kort eigenlijk dat ik een nieuwe stijl heb ontwikkeld. Dan ga ik meer de kant op van mijn moeder die ook schildert. Ook schilderes, zo ja. Hele artistieke familie. Ja, en zij doet veel meer portretten. Ik kan je ook een voorbeeld geven, ik ben nu ja. Veel groter aan het werken. Zal ik een beetje een vies plaatje. Zien we graag. Ja. Pornografische werken. Ja. Wat mooi dat het aanstaat. Een beetje pop. Ja, een beetje pop. Het gaat niet om een pornografische, het gaat eigenlijk meer om. Ja, en dan gaan we het krijgen. Ja, wauw! Nee, die is nog lang niet op. Nee, hij is wel bijna af. Ja. Zo. Maar de bedoeling hiervan is. Dat ik hem zo voorgesteld. Voorgesteld dat ik bij mijn overgrootvader op de zolder kwam, die overleden is. En dat ik daar. Die schatten vindt, weet je wel, ik, onder het stof kom ik ineens dat geheim van hem tegen, dus is stiekem zo. Waren dat van die 3D plaatjes? Nee. Maar ook denk aan dit soort plaatjes, twee van die plaatjes naast elkaar, ja. Dan kon je met zo'n schuifje zo, kon je toch, weet je, zo dat... Ja, in ieder geval, het is een... Viewmaster-achtige... Ik moet een oude foto, ik heb het ook geschilderd als een oude foto. Ja. Ik ben er niet helemaal die sfeer geeft het ook. Snelle schets voor het foto weer. Even zo wat. Zo, een schets voor Café de Pieter Carnaval 2012. Dus kijk, dit is dan de voorgewerkte schets. Zag je uiteindelijk in het origineel, dus wat uiteindelijke uitvoering heeft hij de kop van deze kip afgebeten. Die heb je nog half in zijn mond hangen, als een soort vos. Maar daar kom ik daar kom je dan tijdens al schilderen. Als schilder kom je dan, ja, is mooi. Het is eigenlijk is dit de kuisen uitvoering van wat het uiteindelijk wordt. Ja, mooi is dat. Ik ben gefascineerd daarvoor, dus al een kindje van. Dus ik... Oh, kijk eens even, kijk dit eens. Film dit.
prachtig, hè? Zo. Geweldig, hè? Ja. Nu maar ten tonen uit te grijpen. Ja, ja, ja. Maar ik word wel eens van weten dat ik al een net schilder. Ah, ja. En ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik haal dan altijd de woorden van een schilder. En die zei, kunst kan niet moeten zijn, kunst is voor eeuwig. Ja. Een prachtige uitspraak. Is ook zo. Als jij gewoon vanuit je hart maakt wat jou, ja, wat jou bezighoudt. Ja, het is sowieso modern, want ik heb het gisteren gemaakt, weet je. Ja, ja. Ja, volg je passie, hè, laat je niet afremmen. Nee. Ik kwam ooit bij een schilder en ik zei, ik kom daar binnen. Ik zeg, je bent van stijl veranderd. Ik was nieuwsgierig, waardoor? En hij de eerste twee woorden die zei, ja, mijn vriendin, ik zeg, kappen nu, kappen. Ja, 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 ja. Ik zeg, want nu word ik heel kwaad. Ja, ja, ja. Ik zeg, je gaat godverdomme toch niet vertellen dat je een andere stijl hebt gekozen, omdat je vriendin vond dat je wel eens wat vrolijker mocht schilderen. Ja, ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik zeg, je vriendin moet je de deur uitzetten. Ja, 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 weet je. En ga weer verder met je passie, weet je wel. Ja, dat is... Geen concessies doen, weet je, dat soort dingen. Ben op. Geen concessies doen. Wauw. Bij de streven. Ben jij zelf, ja. Ja. Zelf ja, dit doe ik heel vaak, hè. Aangrijpend. Aangrijpend, ja. Ik maak heel vaak, dit is mijn verhaal. Ah, ja. Dit niet, maar dit is iemand anders. Mooie beelden, ja. Mooie beelden. Dat is mijn fascinatie. Nou, de mijne ook, hoor. Ja, de jou ook. Ja. Kan iemand anders kijken. Nee, maar dit is... Dit heb ik op het strand gemaakt, hoor. Dat is mijn nichtje. Ja. Ik vind het heerlijk om eventjes te schetsen ook met een ceil. Met wat oude verf en ik zit midden in de verhuizing, of in de verhuizing, ik ben het atelier in het verbouw. Ik heb die wand daar gemaakt. En daar heb ik de schilderingen opgemaakt. Op oh ja. Ja. En dat was een heel doel om het waterpas te krijgen. Ja. Ik ben geen timmerman. Ik, Hey, maar mensen zeggen tegen jou van, ja, ze zei net, ik hoor, maar het verbijt wel eens dat ik te oud werd schilder. Ja. En dan kom ik toch, want wij zijn natuurlijk ook van Outsider Art TV. Ja. We zijn natuurlijk aangetrokken door dat hele gebeuren in dat café, dat jij daar schilderde. Ja, ja. Dat sprak ons als Outsider Art TV aan. Maar dan stel ik ook gewoon een vraag van, heb jij wel eens het gevoel dat je een outsider bent? Ja. Ja, ik ben ook gegroeid op, in een dorp en mijn vader was ook kunstenaar en mijn moeder ook en dan word je toch een beetje raar aangekeken. Je wordt gedoogd, zeg maar zeggen. Ja. Ook omdat je van alles voor de verenigingen doet, zoals carnavalsschilderingen maken. Ja. En dan word je dus toch geaccepteerd, maar je blijft toch altijd wel een beetje die rare kwast. En, die rare. En in de stad heb je daar veel minder last van, en daar let niemand op niemand in. Ja. Nou, dan word je ook gedoogd in de stad. Ja, die wordt wel gedoogd. Niet altijd geaccepteerd, hè? Mensen, maar je hebt er minder last van, want... Ja, dan kan je de anonimiteit verdwijnen en mensen letten iets op je. Ja. Maar toch, in Amsterdam kan je het ook wel voor elkaar krijgen om toch een outsider te zijn, hoor. Ja, tuurlijk wel. Maar ik ben ook wel iemand die liever een beetje... achtergrond blijft en af en toe eens die uitspatting heeft, zelfs met de carnaval en zo. Ik vind het wel mooi, want je bent eigenlijk een heel kleurrijk figuur, heel creatief, vind ik dan. In korte tijd dat ik je heb gezien en zien werken en dan toch het idee heb van, blijf liever op de achtergrond. Nou ja, maar dat heb je ook nodig. Kijk, een kunstenaar leeft ook een beetje in zijn eigen wereld. Ja. Die tijd heb je ook nodig, anders je moet naar jezelf toe. Dat is het moeilijke van het vak. Hè? Je bent eigenlijk 24 uur per dag bezig met kunstenaar zijn. Dat kun je niet loslaten. Je neemt het werk mee naar huis.
je letterlijk. Maar ik zou niks anders willen. Ik zou niet voor een baas kunnen werken. Nee. Ik heb met een paar collega's, kunstenaars, een cursuscentrum opgericht in Sittard. Want het hier Maastricht is zo vol, dan krijg je geen kans meer. Nee. Maar en we doen het subsidieloos, maar gewoon van de grond af aan opgebouwd. En het gaat nu geweldig. Dus we zijn een half jaar bezig en we hebben nu al 150 cursisten. En dat blijft maar toestromen. Dus, Hey, heb je het idee van dat kunstenaarschap, want jouw moeder was kunstenares, je vader kunstenaar. Ja. Jij bent het uiteindelijk, is dat een soort lot? Is dat, zie je het als een soort vloek of zo, of een soort lot, een kruis wat je met je meedraagt? Nee. Nee, zie het niet als een kruis. Kunstenaarschap heeft heel grote voordelen, zoals die vrijheid, maar het heeft ook grote nadelen. Dus je hebt geen vast inkomen en nu ik kinderen heb, moet je toch wel... Ja. Sorry, dus dat blijft... Het blijft altijd een gevecht en het blijft ook een gevecht van hoe commercieel wil je worden. Ik zou schilderijtjes kunnen maken die heel gemakkelijk verkopen. Ja. Maar ik zou me dan dood erger aan mezelf als ik dat doe. Dus dan kun je ziel verkopen. Ja. Ik doe ook mijn vrije werk geen concessies. Maar ik doe in dat toegepaste werk, zoals die carnavalschildering, daar doe ik wel concessie. Ik ga vandaag natuurlijk die borstcorrectie doen. Ja, maar die borstcorrectie. Ja. Kijk, maar ja, de klant is koning wat dat betreft, maar met dit niet. Er zijn wel eens mensen naar me toegekomen die hadden dat portret, dat is ook heel groot, van mijn familie, met dat onkruid. Dat vonden ze zo mooi. En ze kwamen spontaan aan met de opdracht, met een oude foto. Kun je dat ook maken? Maar dan zonder de onkruid. Ik maak het op mijn manier. Ja. Het wordt jouw familie. Ja. Maar wat ik daarmee ga doen. Het is jouw ding. En daar wil ik gewoon die totale vrijheid in. Kijk, en dan kun je wel zeggen, want mijn vrouw zegt: ja, maar verdomme, je hebt nu 6.000 euro weggegooid. Ja. Ik zeg: ja, maar het is beter dan je ziel weggooien. Het is beter dan je kunstenaarschap.